Wiskundige formules spelen een belangrijke rol in de economie. Wanneer we het namelijk over termen zoals opbrengst en kosten en winst hebben, dan heb je heel vaak te maken met wiskundige modellen die gaan zoeken naar wanneer is nou een winst maximaal of wanneer is een opbrengst maximaal. Nou, hierin speelt vooral de prijs een hele belangrijke rol. Bedenk maar, wanneer je de prijs heel laag maakt, zul je heel veel stuks verkopen. Maar goed, omdat de prijs misschien zo laag is, brengt het niet zoveel op en heb je niet zoveel winst. Dus je gaat de prijs verhogen om te zoeken naar een optimale prijs waarop je nog steeds veel verkoopt, maar dat het ook veel oplevert. En bedenk maar, wanneer je de prijs weer te hoog maakt, dan krijg je dus dat je dus eigenlijk niks meer verkoopt. Het brengt wel veel op per stuk, maar er wordt niet veel verkocht. En kortom, dan heb je dus ook weer een negatieve invloed op je opbrengst en je winst. Er zit dus ergens een maximum, een maximale winst en een maximale opbrengst. Nou, in, deze video, of in deze twee video's gaan we het daarover hebben. In deze eerste video gaan we het hebben over de prijs. Want we willen een formule vinden voor de prijs. Nou, we doen dit aan de hand van het volgende voorbeeld. Een handelaar verkoopt T-shirts van Adidas op de markt. En het blijkt dat er een lineair verband is tussen het aantal verkochte stuks, Q, en de prijs P in euro's. Want zo blijkt, bij een verkoopprijs van 15 euro per stuk verkoopt hij op een dag 150 stuks. Gaat hij die prijs 1 euro verhogen, dus bij een prijsverhoging van 1 euro, dan verkoopt hij 10 stuks minder per dag. Gaat hij de prijs juist verlagen, dan verkoopt hij 10 stuks meer per dag. Wat natuurlijk ook logisch is: goedkoper maken, dan willen meer mensen het kopen. Prijs omhoog, dan willen minder mensen het kopen. Nou, wat is nu de formule voor het aantal verkochte stuks Q uitgedrukt in de prijs P? Dus Q is. Een formule van p. Nou, raad je aan, pauzeer eens de video en denk je zelfstandig over na. Wat zou nou die formule in dit geval zijn? Nou, belangrijk is te starten met een basisformule. Q is a, p plus b. Nou, in dat geval is a aangegeven door delta q gedeeld door delta p. Wanneer we een prijs en een aantal combinatie hebben, en we de twee dan kunnen we dus eigenlijk de richtingscoëfficiënt van deze lijn. Bepalen. Dus de verandering van het aantal stuks. Nou, wat hebben we daarvoor gekregen? We weten inmiddels al wel dat bij een prijs van 15 euro er 150 stuks verkocht worden. We hebben één combinatie van prijs en aantal gekregen. Is er nog zo'n combinatie te vinden? Nou, niet direct, maar we kunnen wel met de informatie een tweede punt eigenlijk maken. Want bij een prijsverhoging van een euro, kortom. P wordt 16 euro, de prijs wordt 16 euro. Verkoopt hij 10 stuks minder. Dat houdt dus in dat Q dan in dat geval 140 wordt. En met deze twee punten kunnen we delta Q gedeeld delta P uitrekenen. Nou, dan kun je zeggen dat is wel heel erg omslachtig. Eerst een punt uitrekenen en daarna ga je weer het verschil bepalen. Ja, inderdaad. Delta Q dat is een verschil van twee waarden. Delta P is een verschil van twee waarden. Of eigenlijk mooier gezegd nog een verandering de verandering van het aantal stuks gedeeld door de verandering van de prijs. Ja, en dit staat eigenlijk al gegeven. Want bij een verandering van de prijs van 1 euro... dus positief 1 euro, delta P is 1 euro... daar worden 10 stuks minder verkocht. Dus daar hoort bij een delta Q van min 10. Hé, hey, maar dat scheelt een hele hoop werk. Dus op het moment dat er gesproken wordt over bij een prijsverhoging dit heeft een invloed op de verandering van het de aantal stuks, dan heb je dus eigenlijk al delta p en delta q gekregen. Nou, dat betekent dus dat in dit geval min 10 gedeeld door 1, de a, de delta q gedeeld door delta p, is dus gelijk aan min 10. Nou, dan weten we dus q is min 10p plus p. Hoe bepalen we dan die b? Door gewoon een punt in te vullen. Die hebben we al, namelijk bij een prijs van 15, hoort een aantal verkochte stuks q van 150. Deze gecombineerd levert ons de volgende vergelijking. Min 10 keer 15 plus b is 150. Kortom, min 150 plus b is 150, dus b is 300. En nu hebben we dus de formule. Het aantal verkochte stuks, q, hangt af van de prijs. Met de formule q is min 10b plus 300. Dan denk je dat je klaar bent, maar we willen een formule voor de prijs hebben. Nou, waarom willen we nou een formule voor prijs? We hebben toch nu een mooie formule van het aantal verkochte stuks afhankelijk van die prijs. Ja, maar in, in, in economische modellen draait het in de meeste gevallen altijd om de winst en de opbrengst. Nou, beide deze formule hangen inderdaad af van de prijs en van het aantal verkochte stuks. Hoeveel stuks heb je gekocht? Wat was de prijs? Vermenigvuldigd. Dan heb je de opbrengst. Maar de winst krijg je door het verschil te nemen van je inkomsten en je uitgaven. Winst. Dus is dus opbrengst min de kosten. En de kosten die worden eigenlijk alleen maar gegeven door het aantal stuks. Hoeveel stuks hebben we geproduceerd? Of hoeveel stuks hebben we ingekocht? Wat voor kosten hebben we daar gehad? En dus de verkoopprijs zit helemaal niet in die formule. En we willen eigenlijk allemaal formules die van dezelfde variabele afhangen. Van dezelfde letter. En in dit geval willen we dus dat alles, want die, de winst, de opbrengsten en de kosten hangen allemaal af van het aantal stuks. Dat willen we dus ook bij de andere formule. Dus we gaan een formule krijgen waar de prijs afhankelijk is van het aantal verkochte stuks. Dus stel ik wil 100 stuks verkopen, wat voor prijs moet ik dan hebben? Kortom, ik stop dan 100 in de formule en ik krijg daar een bepaalde prijs uit. Dus wat is de formule voor de prijs uitgedrukt in het aantal verkochte stuks Q? Dus we hebben eigenlijk dezelfde vraag als net, maar dan omgekeerd. Nou, op dezelfde manier kunnen we hier de formule weer opstellen. Dus pauseer eens de video en stel hem eens op, op de omgekeerde manier. Nou, we starten eigenlijk op dezelfde manier. Stel, maar in dit geval P is AQ plus B. Met A is dan dus delta P gedeeld door delta Q, eigenlijk die vorige omgekeerd. Nou, dan kunnen we dus ook gelijk zeggen dat is 1 gedeeld door min 10 en wordt min dus 0,1 of min 1 tiende. Dat combineert het met wat we hadden. Krijgen we dus p is min 0,1q plus b. En b kunnen we weer berekenen door een punt wat we weten wat eigenlijk op die lijn ligt. Dus p is 15 en q is 150. Dat ingevuld geeft ons de vergelijking waarmee we b op kunnen lossen. En dan is B30. Kortom, dit geeft ons de formule P is min 0,1Q plus 30. En dit is de soort formule voor de prijs die we altijd hanteren in economische modellen. In economische formules en economische berekeningen. Maar hebben deze twee eigenlijk ook nog wat met elkaar te maken? We hadden de eerste formule in het eerste stukje afgeleid en daarna weer een nieuwe formule. Je kunt namelijk die twee ook naar elkaar omschrijven. Dus mocht je ooit een keer de verkeerde berekenen en je denkt: ah, oh, ik had P uit moeten drukken in Q. En nu heb ik het andersom gedaan. Je kunt ze ook gewoon met de balansmethode naar elkaar omschrijven. Namelijk q is min 10p plus 300. Die hadden we eerst. En we willen uiteindelijk krijgen p is min 0,1q plus 30. Hoe doen we dat? We gaan gewoon eerst die 10p naar het linkerlid brengen. We krijgen 10p plus q is 300. Dan kunnen we links en rechts, en rechts en q vanaf halen. Dus we krijgen 10p is min q plus 300. Nou, en delen we het rechter en het linkerlid in zijn geheel door 10. Dan krijgen we dus P is min 0,1Q plus 30. En zo zie je, nu hebben we dus ook de laatste formule gekregen die we eigenlijk wilden hebben. Nou, in de volgende video gaan we hier ook echt mee rekenen. Dan hebben we dus nu de prijsformule. Dan gaan we ook de kostenformule bepalen. En uiteindelijk rekenen met winst en opbrengst. Wanneer is de opbrengst maximaal? Wanneer is de winst maximaal? En voor welk aantal stuks is dat? En welke prijs moet nou die... Mark Koopman vragen voor die T-shirts zodat hij inderdaad de maximale opbrengst en de maximale winst krijgt. Dus ik zie je in de volgende video.